Nou, we liepen daar, we zagen rookwolken en toen dachten we gaan even kijken. En toen zagen we net de eigenaar het huis komen. Oh, en heb je de eigenaar nog gesproken? Ja, we vroegen wat er aan de hand was en hij was waarschijnlijk in slaap gevallen met een sigaret of had hem niet goed uitgemaakt. Hij had ook nog over een kaars, maar hij wist het niet meer. Hij was helemaal de weg kwijt en helemaal shakerig en bang en zo, helemaal oversturen. Hij was echt helemaal oversturen? Helemaal oversturen. En was de brandweer er toen al? Wat zeg ik? Nee, de brandweer was er toen nog niet. We hebben nog een stuk kunnen kijken en pas na 10 minuten kwartier of zo. Toen kwam er pas politie en werd alles afgezet en daarna kwam de brandweer. Wat heb je verder nog van de brand meegekregen? Ja, ik weet dat het is overgeslagen het gebouw ernaast en naar de achter. En voor de rest eigenlijk niet, ja, veel rook en vuur. Maar voor de rest, en dat alles was ontruimd en dat er geen dieren en mensen en zo meer in het gebouw zelf waren. Was er veel paniek? Het viel volgens mij wel mee, alleen de politie rende van hop naar her en brandweer en zo. Maar voor de rest waren er niet veel mensen in paniek. Sommige mensen huilden, woonden in de buurt, maar voor de rest viel het wel mee. De vlammen waren echt hoog en echt het gebouw leek meer of het instorten staat. Ze stonden bij de slaapkamer van een vriend van mij en het was echt... De vlammen spoten gewoon uit het dak. Het was gewoon echt ongelooflijk om te zien. Ik bedoel, het is echt erg. We zijn alleen bang dat het gewoon in het overslaat. Een vriend van mij die was helemaal panisch en niet, als het maar niet overslaat. En het zag er gewoon erg uit, maar de brandweer was er wel overal. En die zat er van een paar meter van ons gedaan. Dus ik hoop dat het wel goed komt. Kon je zien dat er veel paniek was bij de omstanders? Nou, laat ik het zo zeggen. De mensen die waar ik bij heb gestaan, die waren wel echt in paniek. Want ze hebben allemaal huizen die dichtbij waren. En ze zitten echt met paniek te kijken van laat het niet overslaan, laat het niet naar ons huis toe gaan. Het is echt... De paniek was wel erg groot, jij even in de slaapkamer. Ja, ik werd aangebeld. Ik stond toevallig buiten en dat je spullen moest pakken en belangrijke spullen moest pakken en klaar moest staan. En dan naar het stadskantoor, maar het stadskantoor zit nog dicht. Ja. Dat is wat ik gehoord heb. Lijkt me een raar gevoel. Ja, het is echt een heel raar gevoel. Net de sleutel gekregen van mijn andere huis in Zutphen en nu ga je weg uit je eigen huis. Ja. Ja. Was er sprake van paniek? Bij mij wel, bij mijn man minder. Maar... Bij mij wel. Ja.